ja, op de zeepjes staan. Ik zeg altijd, wie op de barricade gaat staan, is beter zichtbaar om neergeschoten te worden. Aan het huis waar Yannick doodgeschoten is door de politie. En er zijn hier een aantal mensen samengekomen om hem als nagedachtenis. Er staat op de foto ook Je suis Yannick. En ik lees eventjes iets dat hier zichtbaar is. We hebben hier een paar foto's van hem. En enkele veertjes en kaarsjes voor iemand met een gouden hart. En ik lees hier eventjes iets van een vriend ter nagedachtenis van mijn maat, Yannick. Steeds behulpzaam, attent en bekommerd over ieder zijn toekomst, met het lot van de volgende generaties in acht genomen. Het is onze plicht om de wereld in een betere welvarende toestand door te geven, zoals alle vorige generaties ons voordeden. Rust en vrede, makker, we zullen je keihard missen. Dus kort samengevat staan we hier aan het huis waar een jonge man, een dertiger, vermoord is door de politie. Wat de omstandigheden precies zijn, dat moeten we nog verder bekijken. Maar dus deze man is plots in de nacht door de politie in zijn huis binnengevallen en heeft daarbij het leven gelaten. En de deur is volledig gebarricadeerd. Allee, dus is waarschijnlijk helemaal opengemaakt geweest hier. En is nu dichtgemaakt met hout. Voilà, en heel veel mensen zijn verontwaardigd over de dood van deze jonge man. En de reden waarom dit gebeurd is, waarom er geen andere manier was om met hem te spreken, bijvoorbeeld door een verhoor, door een telefoon of anders. Waarom is deze man in het midden van de nacht doodgeschoten geworden? Heel veel vragen. We zoeken ook naar antwoorden. Als we meer informatie hebben, zullen we dat zeker nog via dit kanaal meegeven. Momenteel staan we hier aan het huis waar deze jonge man het leven heeft gelaten. Democratie, volgens mij, heeft dat nooit gewerkt en dat zal ook nooit niet werken. Je ziet, democratie is altijd in tandem geweest met centraal bankieren. Als jij bijvoorbeeld de media in een bepaalde omgeving domineert, doordat je alle kranten hebt gekocht, kun je makkelijk de verkiezingen manipuleren, omdat je de algemene opinie kunt manipuleren. En daarom zie ik echt niet in... Daardoor is er altijd oligarchie geweest en zal die er zijn. Dat zal blijven werken doordat dat systeem zelf crasht. Ja. Maar, en wat is de alternatief? Maar als je bijvoorbeeld, zoals u voorstelt, hè, een rechtspersoon of een organisatie gaat oprichten, dan gaat jij die oppositie centraliseren en dan gaat jij het systeem eigenlijk een heel handige attackvector geven om je oppositie te vernietigen. Want wat zien we? Wat zien we bijvoorbeeld met de boeren in Nederland? Die hebben heel hun leven lang volgens de regeltjes gespeeld, alles gevolgd. En de oligarchie beslist, de voedselproductie moet achteruitgeschreven worden. En dus wat doen ze? Ze sturen de politie naar de boeren en die worden geëlimineerd. Ja. En van zodra dat je een bepaald doel gaat worden, zet je eigenlijk kwetsbaar. Dus eigenlijk als je wilt overleven, als je wilt een revolutie plegen, dan zult je dat decentraal moeten doen en zult je jezelf stukgewijs uit het systeem moeten trekken. En het is een heel grote fout van heel veel mensen om altijd te wachten op een ander om de juiste beslissingen te nemen. Ja. Als je oplossingen wilt, dan moet je zelf als individu al beslissen van ik stap eruit, ik doe niet meer mee. Ja. Maar dat is eigenlijk altijd de... Mensen zijn niet moedig genoeg om dat te doen vaak. En ik denk dat daar... Ja, ik vrees eigenlijk dat uw oplossing geen echte oplossing is. Hartelijk dank, professor De Wit. Op de zeepjes staan. Ik zeg altijd, wie op de barricade gaat staan, is beter zichtbaar om neergeschoten te worden. Dus hartelijk dank voor je moed. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we moedige mensen hebben die het woord nemen, die spreken. En we zijn bijzonder vereerd dat u bij ons kon zijn vandaag. En we gaan er nog een mooie dag van maken. Dank je wel.
out the void, the paranoid. Men are padded up to here. Yeah, I wear, got 'em going in fear. Rhetoric sad and red, just a bit ago. And I'm quick to go sign the hard rhymer. With the key from getting church changes. Soms vallen ze plots dood en liegt men, onverdroten. Soms worden ze gewoon heel haastig doodgeschoten. Er is één ding gemeen, men mag geen vragen stellen. Al rinkelen bij velen, luide alarmbellen. Het wordt nu toch te gortig. Wie stelt er perk en paal? Of wordt men het gewoon, dit rare, nieuw normaal? Of moeten we door het spreken nu vrezen voor ons hachje? Dat wordt gegarandeerd voor niemand nog een lachje. Toch hebben we geen keuze als we nog vrijheid willen, want het alternatief is ons gehoorzaam drillen. Misschien groeit de behoefte aan consequent beleid, maar raken we alvast eerst heel wat mensen kwijt. Hebben we echt het raden naar wat er gaande is? Of doen we gewoon mee aan een meerkeuzequiz? Weet, toch komt sowieso de waarheid straks aan het licht. En dan wordt er nooit nog voor al het kwaad gezwicht. Op de zeepjes staan. Ik zeg altijd, wie op de barricade gaat staan, is beter zichtbaar om neergeschoten te worden.